Nee, maar goed, het is geen geheim dat jij destijds Umberto hebt vervangen. En dat dat nou, heel aardig was allemaal. En nu is er natuurlijk veel kritiek op Twan Huis. Jouw naam wordt heel veel genoemd. Ja, de televisiewereld is een grillige wereld als het zo slecht blijft gaan als nu. Dan had het programma De Kerst misschien niet. Ben jij in gesprek over RTL Late Night, Bo? Nee, daar ben ik absoluut niet over in gesprek. En dat gesprek hoeft ook helemaal niet te komen. Want ik denk gewoon dat we gewoon heel rustig aan moeten doen met al die kritiek. Ik weet niet of jullie nog herinneren hoe de eerste maanden van Humberto Tan waren. Die waren ook niet mals, hoor, kan ik je vertellen. Mm. En daarna toen is hij langzaam op stoom gekomen. En werd hij de koning van de entertainmentwereld. Ja. Ik ben er niet over in gesprek en ik heb het super druk met alles wat ik aan het doen ben. En heel gelukkig. En niemand zou eigenlijk op die stoel willen gaan zitten. Want het is gewoon verschrikkelijk. Je wordt zo ongelooflijk getackled door die media en iedereen die er wat van vindt. Ja. Ik bedoel, hij heeft niet eens de kans om overheen te komen, want het wordt al afgeslacht dat hij begint. Ja, nee, dat is waar. Maar tegelijkertijd zie je ook wel aan Twan dat hij de, zal ik maar zeggen, wat lichtere onderwerpen wel ook wel heel lastig vindt. Ja, nou, maar dat is toch ook iets waar hij wel in kan groeien. Mm-hmm. En, maar kijk, ik heb er ook niet iets zinvollers over te zeggen dan wat ik nu doe. Ik heb gewoon medelijden met het hele onderwerp. Geef die vent gewoon wat rust. Ga over iets anders schrijven. Er zijn zoveel dingen om over te schrijven. Ja.